Hallo, welkom iedereen. In deze video gaan we afstemmen op de energieën van tweelingvlammen die te dealen hebben met karmische relaties. En we zien hier onmiddellijk al de Chariot. De Chariot en omgekeerd is het Seat of Orbs. Dus dan zie ik in vergelijking met de vorige video's dat er al veel meer begrip is over hoe dat je naar de tweelingvlamconnectie moet en mag kijken, wat de bepaalde manier dat je de dingen mag gaan interpreteren en wat dat karmische energieën eigenlijk betekenen. En dat is een goede, positieve stap vooruit. Daarvoor doen we deze video's en daarvoor zijn we er. Lovers, omgekeerd, waar dat heel logisch is gezien het thema van deze video. En dat kan ook zijn, dat bijvoorbeeld ook resoneert met een van de vorige video's dat ik gemaakt heb. Tweelingvlammen die in separatie zijn met wel of geen communicatie. Omdat dit daar eigenlijk ook los van staat. Kijk, dat is hetgeen waar je naartoe werd. Al je bekers gevuld, zodanig dat je. Maar daarvoor is er dus een tower moment nodig, een moeilijk moment nodig, een doorbraak, een upbreak. Oké, wat zijn de kaarten? Mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan zou ik het fijn vinden als je abonneert op mijn kanaal, omdat zoals ik iets meerdere malen heb verteld, dan is het gemakkelijker voor mij om te verbinden met de energieën en ga je veel sneller hebben dat je resoneert met de boodschap, omdat je eigenlijk op die manier aangeeft dat je jezelf toeweet en verbindt met mijn energie om via mij en de video's die ik maak boodschappen door te krijgen. Dat kan je natuurlijk ook door gewoon met mij samen te werken of een van de trajecten te volgen of cursussen te volgen. Dat kan je natuurlijk ook. Maar niet iedereen is klaar om ook daadwerkelijk tijd en geld in zichzelf te investeren. En dat is volledig allemaal oké. Okay. Dus daarom doen we ook deze video's. Oké. Nog een keer. En straks gaan we naar deze kijken. Wanneer is dat hier? Ten of Orbs. Dat zijn de Orbs, de bollen, zijn verbonden met je gedachten. Three of Flames. En hier krijgen we aan de onderkant de Luna, de maan. En de Ace of Flames. Het is mooi om te zien dat hier de flames zit, hier de flames en hier dat blauwe. Dus emoties en gedachten zitten nog veel te vaak hier in deze connectie in de weg. Het is belangrijk om te komen tot als vrouwelijke energie te focussen op jouw eigen vlam. En die eenheid in jezelf te gaan creëren. En dat zal het licht zijn waardoor dat eigenlijk de vlam die nu nog bij jouw mannelijke energie is, om naar jouw vlam te komen en zich niet meer te laten afleiden door allerlei andere gedachten of andere energieën. Wacht, wanneer de juiste kaart weg, dan wordt het een chaos. Net zoals in de connectie waarschijnlijk. En dan hebben we hier, ja, Six of Challenges. Six of Challenges is eigenlijk de kaart van nostalgie. In jullie connectie gaat het er ook voornamelijk over dat jullie allebei herinneren, jullie ziel herinnert zich hoe dat jullie staat geweest is, hoe dat jullie samen geweest zijn, hoe dat jullie die eenheid vormen en hoe dat jullie eigenlijk heel goed voor elkaar zorgen vanuit compassie en vanuit onvoorwaardelijke liefde. En je ziet ook hoe dat je altijd, gelijk hoe dat je de kaart houdt, of gelijk waar ik mijn hand houd, is er altijd evenwicht, is er altijd evenveel in balans. Of je nu zo maakt niet uit. En daar gaat deze kaart eigenlijk ook over. En dat is ook de boodschap die deze kaart meegeeft aan jullie connectie. En we krijgen dan extra de 9 van bekers, de 1 van kristallen. Dus kristallen zijn de munten, dus aardeteken. Hier is water en emoties. En hier zijn ook aardeteken. Sage of Crystals. Sage is te maken met leerling. En dat is hetgeen wat je nu nog aan het leren bent. Zeker waarschijnlijk je nu naar deze video kijkt. Dat gaat hoogwaarschijnlijk over de vrouwelijke energie zijn. En dus dan wordt er gevraagd van jou, nu is de aandacht het belangrijkste, dat je eigenlijk allemaal zelf eerst die 9 bekers vult, zodanig dat dan in een later stadium je mannelijke energie de laatste 10e beker kan brengen. En daarvoor is, door dat te gaan doen, ga je eigenlijk voor jezelf een nieuw begin creëren in de realiteit, in het fysieke. Want dat vraagt van jezelf om echt
in je vrouwelijke energie te stappen en om te leren om vanuit je vrouwelijke energie je wereld vorm te geven. Want dat is hetgeen wat je eigenlijk op dit moment nog te weinig doet. Dus je mag nog meer daarin gaan stappen, nog meer ballast en karma bij jezelf gaan uitwerken. Wacht, dit is hier al één omgedraaid. Twee, zie ik. En net dat gaat dan eigenlijk ook weer verschuivingen teweeg brengen in je connectie. Dan ga je dingen zien veranderen in de karmische energieën, zowel in jouw eigen leven, maar ook in het leven van jouw tweeling, van je wederhelft. En zoals ik al een paar keer gezegd heb, het gaat erover dat je. Oh, ik moet het juist leggen. Ja, ik ben het eventjes kwijt met die motorfiets die verandert. Kijk, hier opnieuw 6 van bekers. Deze kaart is dezelfde als deze. En dan hebben we hier de string kaart. Die mag ik zo leggen. Eventjes naar beneden. Voilà. Dan hebben we nog 3 kaarten. Ik ben aan het nadenken over de motor en het feit dat ik eigenlijk vergeten ben. En dat is hetgeen wat er ook gebeurt in de karmische relatie. Omdat er zodanig veel dingen om jullie heen gebeuren, die eigenlijk die karma vormen, die de ballast vormt, waardoor je constant verwijderd bent en niet meer gefocust bent op jezelf, niet meer gefocust bent op het creëren van je eigen koninkrijk, van je eigen stabiele leven. Voilà. En wat hebben we? Knight of Pentacles. En wat is de onderkant? Dan een nieuw begin door de bekers. Maar die ligt dus nog ondersteboven. En hier de Two of Pentacles. Dus ambivaliteit. En weer die Ace. Dus we zijn met heel veel Aces. Ace of Crystals, Ace of Swords, Ace of Cups. Dus er zijn 3 elementen. Hadden we daarnet niet de Ace of Wands hier? Ja. Dus we hebben eigenlijk de 4 eentjes. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk wanneer dat gaat op vlak van alle elementen. Wanneer je alle elementen goed leert gebruiken, kom je eigenlijk tot dit, tot de 10 of pentacles, de 10 van munten. Waarbij dat eigenlijk alles in je leven, gaande van je werk tot je emotionele vervulling, je mentale uitdagingen, die energie die goed zit, je lichaam, je fysieke gezondheid is goed, met de kinderen als er te zijn, is oké. Okay. Vriendschappen zijn diep vervullend. En je kan eigenlijk alles doen en gaan en staan en wat je wilt. Dat is eigenlijk die 10 of pentacles. En dat is hetgeen dat gezegd wordt. Dus nu sta je op het punt met de uitdaging om eigenlijk van alle elementen, dus water, vuur, lucht en aarde, om daarmee verder te leren gaan werken. Om elk element verder te gaan uitzuiveren. En je moet daar geen zorgen aan maken, dan gaat telkens duidelijk worden wat dat er eigenlijk het meeste aan bod moet komen. Als je bijvoorbeeld heel veel aan het piekeren bent en in angsten zit, dan zit het met je gedachten en moet aan de slag gaan. Ben je heel emotioneel en verdrietig? Ja, dat zijn natuurlijk emoties. Zijn er zaken die je financiële wereld of je gezondheid? Wel, dan is het fysieke. Ben je uitgeput en moe? Dan is dat iets aan je energie. Dus je team en de dingen die gebeuren in je leven gaan telkens ook duidelijk getoond worden, niet aangetoond, maar getoond worden, over wat dat is dat je eigenlijk mag op focussen en wat je eigenlijk te doen hebt. En dat is waarom dat deze kaart ook ondersteboven ligt. Want wanneer dat deze kaart gewoon ligt, dan is het eigenlijk omdat je nog te veel aan het trouwen bent en nog te veel in het verleden zit en te veel focus op dat je verloren bent, in plaats van het geschenk, de zilveren lijning ervan te zien. Want dat heb je gelukkig, in vergelijking met de vorige reden, heb je dat eigenlijk nu al gezien. Je hebt eigenlijk die shift, die verschuiving gemaakt. En dat zorgt ervoor dat die queen of de koning van munten eigenlijk meer weer gewoon ligt. Dus die ligt niet ondersteboven. Wat dat dus wil betekenen, dat je meer en meer ook het gevoel gaat krijgen dat je vanuit de afstemming met je ziel, vanuit de verbinding die je voelt, dat kan gebruiken om iets te maken van je leven. Om daar eigenlijk de dingen aan te trekken die je echt wilt, die je echt nodig hebt zelfs. En dus opnieuw hier die herhaling van die 6 van die 6 van bekers. Is eigenlijk ja, een teken dat dat belangrijk is dat we daar aandacht aan besteden aan die kaart. Maar is eigenlijk het stuk van waar je nostalgische herinneringen, het onschuldige en het geluk, wat je voornamelijk hier beter ziet bij die kinderen. Maar dat je vraagt van oké, het verleden is in het verleden. En laat het daar ook in het verleden. En je moet er niet zitten over rouwen.
Maar gebruik dat, als je geleerd hebt, alles wat je herinnert, gebruik dat als fuel om in die union te komen. En dat is de string card, waarin dat die mannelijke en die vrouwelijke energie verbonden zit. Waarin dat je de oneenigheidskaart ziet. Maar daar zitten we nog niet, want kijk, hier zien we de chariot ondersteboven liggen. En wat is de reden daarvoor? Die twee. Want anders zou die er niet zijn, zou er andere kaart liggen en zou die gewoon zo liggen. Dus, maar dat is dus nog niet het geval. En de reden daarvan is, zijn die zwaarden. Die zwaarden die zitten er letterlijk tussen. En die zwaarden hebben dus verbonden met de gedachten. En zorgen er eigenlijk voor dat je nog steeds het gevoel hebt, op een of andere manier, dat je vastzit, dat je onderdrukt zit, dat je geen weg vooruit kan. Maar het is belangrijk dat je ogen opent. Dat je ogen opent en herinnert. En dus echt probeert te zoeken naar dat zilver lantje. Dat je ogen opent en je hoofd omhoog doet, dat je die ene beker hier ziet. Zodanig dat je ziet dat het wel mogelijk is om weg te lopen van wat dat niet meer past bij jou. Dat je wel jezelf kan bevrijden van alle structuren, van alle tradities, van alle systemen, van alle beperkende overtuigingen, van alle verwachtingen, van alles wat jij nu nog als beperkend en als iets dat je tegenhoudt ervaart, daar kan jij jezelf van bevrijden. Hoe? Door te focussen op je emoties, zoals ik daarnet gezegd heb, de emoties, dus het emotionele, het mentale, het fysieke en ook het energetische. En vanuit die verbinding met het energetische ga je voelen dat je geleid wordt en dat antwoorden tot jou gaan komen. Welke boodschap kunnen we hier nog meer meegeven aan tweelingvlammen die te dealen hebben met karmische relaties? Of karmische energie liever. Healing van de hart. En deze is Awakening Genius. En dat was een tweet 29.11 en hier 5. 5 voor mij. Hier in deze kaart gaat echt specifiek over het naar binnen gaan en het verder op je pad stappen. Verder die grote liefde zijn voor jezelf. En hoe meer je dat gaat gaan doen, hoe meer je dat gaat gaan verbinden via je hartenergie, met je diepste zelf, met je ziel, hoe meer dat er ook oplossingen aan jou gaan verschijnen, omdat je geleid wordt via jouw derde oog, via jouw innerlijke weten, ga je boodschappen doorkrijgen, ga je ontvangen wat dat de volgende stap is dat je mag gaan nemen. En ik weet, in het begin is dat heel beangstigend, omdat je nog met één been in het oude staat. Hè. Je bent nog gewoon om het op de oude manier te doen. Je vindt daar nog eigenlijk een stukje veiligheid in. Maar dat is eigenlijk een valse veiligheid. En het is belangrijk dat je leert veiligheid te vinden in het niet weten. Dat je leert veiligheid te vinden in de verbinding met je eigen hart, zoals dat je hier ziet. En dat gaat ervoor zorgen dat je eigenlijk in dat tower moment komt. Was dat hier? Wacht, waar is die ook alweer? Nee, het zal in deze kaart geweest zijn. Nee, oké. Okay. Dus ja, het zal bij een andere reading zijn. Maar dus dat eigenlijk de copingmechanismen, de patronen, de gewoontes die je hebt, gaan die volledig afgestript worden. Tot eigenlijk op het zuiverste van je ziel. Waarom? Omdat je eigenlijk iets nieuws aan het vormgeven bent. Je bent eigenlijk, ik zou zeggen, een nieuwe versie van jezelf, maar eigenlijk is het geen nieuwe versie van jezelf. Het is de oorspronkelijke versie, je blauwdruk, die terug mag gaan stralen, mag gaan schijnen en zichtbaar mag zijn voor iedereen die op je pad komt. En dat is hetgeen waar je op moet focussen. Dat is hetgeen waar je ook hier voelt, wat dan mogelijk is in de connectie, wat dan mogelijk is met die andere persoon, met je ziel. Maar dat vraagt om naar binnen te gaan, om te verbinden met jouw innerlijke diepste kern. Het is misschien heel raar om te zien, maar op een of andere manier doet mij dat ook denken aan een vagina. En dus ook aan het feit dat we via onze seksuele energie en via onze innerlijke magneet heel veel dingen kunnen gaan healen, maar ook heel veel dingen gaan aantrekken. En zo, wanneer je eigenlijk je seksuele energie niet gaat gaan gebruiken om kinderen te gaan creëren, om kinderen te maken, gebruik het dan om de andere dingen, andere wensen in je leven aan te trekken. En terwijl je dat doet, hou een open intuïtie. Want die intuïtie, die verbinding met je hart, via je derde oog, de verbinding met je derde oog en je hart, en uiteindelijk met je sacraal chakra, dus je tweede chakra, je seksuele energie,
Die drie samen gaan ervoor zorgen dat je heel veel helderheid gaat krijgen, maar dat je ook gaat zien dat het universum precies opent voor jou. Net zoals dat jij jouw hart opent voor het leven, gaat het universum alles openen voor jou. En dan kom je op het punt waarin dat je onmogelijkheden verandert in mogelijkheden en mogelijkheden verandert in onvermijdelijkheden. Waarom? Omdat je op een bepaald punt zo sterk en zo krachtig gaat zijn in het beheersen van je eigen energie, dat je gewoon weet van, kijk, dat is hetgeen dat ik wil manifesteren en dat zal zo of nog oneindig veel keer beter op mijn pad komen. En dat is ook hoe dat het werkt. Maar het vraagt dus natuurlijk het een en het ander van verschuivingen in je eigen energie. Daar gaat het over. En zoals dat je weet, als je meer wil leren over manifesteren zelf, dan kan je de cursus of training volgen manifesteren vanuit met de elementen. Daar heb ik ook een stukje hoofdstuk rond seksuele energie. En we bespreken ook de verschillende elementen van manifestatie. Ik heb ook een formule gechanneld gekregen toen ik die aan het co-creëren was met mijn team. Zodanig dat heel duidelijk en heel begrijpbaar is wat dat manifestatie eigenlijk echt is. En hoe dat komt dat de meeste wetten van aantrekking cursussen niet werken. Waarom? Omdat je eigenlijk met de verkeerde wet werkt. Dat gezegd zijnde. De energieën die jullie op dit moment behulpzaam kunnen zijn, is aardsengel Zadkiel met de, ik ga het kleur niet zeggen, dus ik ga het eventjes, en kijk, jullie kunnen het goed zien zo. En aardsengel Metatron met de diamantenvlam. Deze helpt je om nog meer veiligheid te brengen in het onbekende stappen, in het vertrouwen in je eigen proces, vertrouwen in de onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen in je ziel en in alles wat er gebeurt. En dat alles dat gebeurt en dat wegvalt, dat is voor je hoogste goed. En tegelijkertijd om ook de genade te zien, om ook de zorgzaamheid, de compassie te zien naar anderen toe. En dat is eigenlijk ook verbonden met die onvoorwaardelijke liefde. Dan gaan we eens kijken welke boodschappen dat er extra kunnen gegeven worden om terug naar eenheid en liefde te komen. Dan hoor ik nog twee. Oké. Als je zelf vragen hebt, of individuele vragen of specifieke vragen hebt, dan raad ik aan om altijd een tweelingvlamreading te reserveren. Vind je geen gepaste moment of datum? Dus je hoeft er sowieso niet live bij te zijn. Maar dus het moment dat je dan de reading reserveert, dan wordt dat in mijn agenda gepland. Want anders komen daar dan individuele sessies of zo op. En dan, ja, ik kan natuurlijk geen twee dingen tegelijkertijd. Jammer genoeg. wat hebben we? Liefde is een mysterie. Probeer in te verklaren. Voel en wees de liefde. Dat is heel belangrijk. Zeker wanneer je nog te doen hebt met karmische energie. Krijgen wat je wilt is beangsten. Het is heel beangsten. En veel mensen lopen er zelfs van weg. Instorten is de weg naar transformatie. En dat is die taal waar ik daarnet ook zei. En je zag het niet komen, je verwachtte het niet, maar je voelt het in je hart, het is die ene. Dat is hetgeen wat dat een tweelingvlam, een echte tweelingvlam, met je doet. Het is helemaal anders dan wat we altijd gekend en ervaren hebben. En tegelijkertijd is het iets dat je eigenlijk al van heel je ganse leven weet. Zelfs als tiener kreeg ik boodschappen en signalen die ik op dat moment niet begreep. Maar die dus wel via mijn horen zelf en van mijn tweelingvlam eigenlijk afkomstig waren. Neem niets persoonlijk. Dat is super belangrijk wanneer het gaat over die tweelingvlamconnectie. Omdat zolang dat er zeker nog karmische ballast is, dan gaat de ander vaak reageren vanuit pijnen en vanuit dus die karmische ballast. En dat heeft niks met jou te maken. Zeker wanneer dat er nog geen eenheid in de connectie is. En dus wanneer dat je allebei nog vanuit je lege wonden en kwetsuren reageert, hou deze altijd in achterhoofd. Schrijf het als noods op een papiertje, plak het aan je spiegel, stik het in je gsm als herinnering, maakt me niet uit, maar zorg dat je dat niet vergeet. En dan, je geeft je leven vorm met je gedachten. Dat is inderdaad één van de elementen van manifestatie. Emoties is een andere en een hele belangrijke, zo niet misschien de belangrijkste. Dat is ook de reden wanneer je heel veel met affirmaties werkt en je het gevoel hebt dat het niet werkt. Dat is de reden. Als je wilt weten rond een aantal valkuilen rond manifestatie, dan kan je de videoserie Inzichten rond manifestatieproces aanschaffen. Daar verhelder ik een aantal valkuilen dat heel veel mensen tegenaan lopen tijdens het manifesteren. En als je die weet, ja, kan je ze natuurlijk vermijden. Wat hebben we hier voor de mannelijke en de vrouwelijke energie nog? Dit was voor de vrouwelijke energie in deze connectie adem.
En voor de mannelijke energie, luister naar wat je held hart vertelt. Met andere woorden, dat is eigenlijk ook weer bedoeld om meer de verbinding te maken met de vrouwelijke energie. Dus wat dat lastig en moeilijk is voor mannelijke energieën in het begin. Zeker als er ook nog karmische energieën aan het spelen zijn en van invloed zijn. Ik weet niet of jullie dat horen, maar ik heb mijn venster opengezet en het is mijn dromenvanger die geluid aan het maken is. Anker de vlam van ascensie in je lichtlichaam via je intentie. En dan kan je eigenlijk gewoon vragen van, ik roep de vlam van ascensie aan en ik vraag het om te ankeren in mijn lichtlichaam. En je intentie, intentie zijn gedachten, de bedoeling die erachter schuilt. Je bent al wat is en al wat is ben jij. Denk daar maar eens goed over na. En je magische kracht zet hem in het kiezen van je gedachten. Kijk, dat is ook weer gedachten. Dus manifestatie in deze video is super belangrijk. Waarom? Omdat je eigenlijk je tweelingvlam, je ideale liefde, manifesteert in je leven via jouw eigen ascensie. Niet zomaar is dat ook de ondertitel van mijn boek 96 Vlammen. Dus als je dat nog niet gelezen hebt, raad ik het aan om ook die eens in huis te halen. Omdat ook daar heel veel inzichten staan rond de connectie en rond de dynamiek van tweelingvlammen. Zo, dat was het voor deze video. Ik hoop dat je alvast weer heel wat inzichten hebt mogen ontvangen. Ik hoor het graag in de comments. Geef mij een likeje. Zorg dat je geabonneerd bent, want dan blijf je op de hoogte van nieuwe video's. En op die manier kunnen wij elkaar verder ondersteunen. Dag!